Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik vliegen naar New York City. Ik ga daarheen met een project van school. En ja, ik ga 10 dagen naar New York. Het leek me wel leuk om deze trip met jullie te delen door middel van vloggen. Dit is mijn outfit of the day. Nu is het zo dat ik een broek aan heb van de Bijenkorf. Ik weet het merk alleen niet meer. Alleen als ik er iets over kan vinden, stop ik daar wel een linkje van in de bio. Een korte mouw shirtje van de Zara. En die heb ik een knoopje gegeven. Heel cute. En dan heb ik een blazer aan. Deze blazer komt ook van de Zara. Die heb ik zo gecombineerd. En samen met dit petje. En iedereen heeft deze wel inmiddels. Maar deze komt van de ASOS als ik het goed heb. En dan voor accessoires heb ik een Swarovski ketting met de bijpassende oorbellen. Dat is echt heel schattig. Mijn Tommy Hilfiger horloge. Dit Guess armbandje. En aan de andere kant gewoon een ring. In combinatie met deze outfit ga ik geen bedragen. En ik wil mijn kilo's qua koffer wat ik meeneem zo laag mogelijk houden. Zodat wanneer ik daar spullen koop, ik die zonder problemen terug kan meenemen. Dus ja, gimp it is. En ik ben ook al klaar met inpakken. Voor de eerste paar dagen blijven we in een hostel die door school geregeld is. En ja, vandaar dat ik ook een baddoekje bij me heb. En verder is mijn koffer niet heel vol. En ik heb mijn trolley nu hierin gedaan omdat die toch leeg is. Maar goed, dat was het. En dan ga ik nu richting de airport. We zijn er, jongens. We gaan nu naar de immigratie. 8 uur de vlucht. Ik ben helemaal moe. Maar we zijn er eindelijk. Jou niet filmen. Oké, guys, we zijn dus in New York aangekomen en ook in de hostel. En de kamers hier zijn zo klein. Ik sta voor het raam, want er is heel weinig licht hier. Maar goed, dit is een beetje hoe het eruit ziet. Dit is letterlijk kleiner dan de badkamer in Nederland. Oké, je doet 1 stap naar binnen. En dat is het. Ik ga stuk. Kijk, we hebben een stapelbed. En nu is het zo dat de bovenkant van alle kamers gewoon open is. En je elkaar goed kan horen. Dat is de spiegel. Ik ben voorheen al wel in New York geweest. Maar goed, toen... Ik kan me niet herinneren dat het er zo uitzag en allemaal zo klein. En we blijven hier dus voor de komende 6 dagen, 7 dagen. En de laatste 3 dagen hebben we een andere hostel geboekt. Maar goed, ik ben echt benieuwd. Maar ja, we zijn dus net in het hostel aangekomen. We gaan zo even het douchen opfrissen en dan naar buiten om wat te eten. En daarna gaan we werken aan wat schoolprojecten wat afgerond moet worden. Want in Nederland gaat natuurlijk school gewoon door. Oké, ik ben heel snel in de badkamer. De badkamer ziet er wel redelijk uit. Maar goed, ik ga even mijn gezicht wassen, opfrissen en dan gaan we naar buiten een simkaart kopen. Want mijn telefoon heeft nog geen simkaart. En buiten de simkaart om heb ik ook nog zo'n adapter nodig voor het opladen van mijn telefoon en mijn laptop. Oké, guys, het is nu ongeveer 7 uur. Vriendin van mij voelt zich echt niet lekker, dus zij gaat niet mee. Oké, we zijn nu buiten. Hey. Dit is Skip. Hallo. We gaan dus een metrokaart halen om te gaan eten. We moeten dus helemaal uitvinden waar we überhaupt zijn. We keken alleen naar de verkeerde kant van de kaart. Ik ga stuk. Oh, God, niet maken. Ja. Get it, girl. We gaan dus naar
Ik wil heet het Happy Italy zeggen. Happy Italy. Little Italy. Check guys. I choose love. The cute. Oké, we zijn bij het restaurant aangekomen. Super cozy. Oh, avondeten is er. Liefde. Op een bord. Eet smakelijk.